Ja, we staan nu bij het terrein van het voormalige clubhuis van No Surrender. Hier kwamen de internationale en nationale leden van No Surrender bij elkaar. Er werden ook prijsafspraken gemaakt over drugsleveranties en dergelijke. En we hebben ook sterke aanwijzingen dat hier diverse geweldsincidenten zich hebben voorgedaan. En het is uiteindelijk op last van de burgemeester in januari 2017 is dit gesloten en uiteindelijk ook gesloopt.